Jongens, dit is toch altijd weer een spannend moment, moet ik bekennen. Dan lig ik dan toch wel wakker. Nou, hallo, daar ben ik. Ik ben Carlien Brouwer, de regisseur van The Bodyguard. Daar staat de cast. Welkom, lieve allemaal. Welkom op pers. We gaan The Bodyguard weer doen. Ja, wat moet ik zeggen? Dat is natuurlijk geweldig en bijzonder. We hebben het 8 jaar geleden gedaan, in 2015. En toen hebben we 650 of 647 voor de PR voorstellingen gespeeld. Er zijn meer dan 850.000 mensen komen kijken. Dat is bijna 1 miljoen, zeg ik dan gewoon. Opgewonden? Ja. Ja, een beetje opgewonden, een beetje spanning. Ja, zeker. Reuring. Heel gek. Ik zei ook van, ik ben er vandaag. Ik laat het allemaal een beetje gebeuren, op me afkomen. En dan komt het ook helemaal goed, ja. Ik voel me heel lekker eigenlijk. Ik heb eindelijk iets kunnen afsluiten. En weer met volle gas kan ik weer er tegenaan iets leuks doen. Iets nieuws doen ook vooral. Ik moet zeggen, ik vind het ook wel fijn. We hebben gisteren een vrije dag gehad. Die was nodig, want we hebben een feestje gehad zondag. Dat was heel leuk. Maar luister, ja, uiteindelijk is dit het leukste natuurlijk als je gewoon kan doorgaan. Want vaak na een voorstelling belanden mensen in het welbekende zwarte gat. Er zitten we ook wel eens een tijd tussen de ene en de volgende productie. Dus weet je, nieuw, let's go on. Ja, ja, ik heb wel zin in. Het was echt een hele emotionele week vorige week. Ik heb heel veel gehuild. Maar ik heb zoveel liefde ontvangen, heel veel lieve cadeautjes, lieve berichtjes van allemaal mensen. Mijn ouders zaten in de zaal, mijn vriend zat in de zaal, dus het was echt, voelde me echt gedragen. Dus ik kon ook echt genieten van die laatste show. Ik denk niet dat ik me nog een betere laatste show had kunnen wensen. Hij was ook fantastisch. Dankjewel, dankjewel. Ja, dus ik heb echt genoten. En nu gaan we dit doen, ja. Ja, er zit een dag tussen, dus het is wel even werken, zeg maar, in je hoofd nog even. Maar zoals ik al zei, je kijkt ernaar uit. Je kijkt ook eigenlijk naar het einde van iets, daar kijk je ook naar uit. En het is altijd leuk om weer iets nieuws te mogen doen. Dus dat is eigenlijk waar mijn hoofd nu zit. Dus ik laat ook alles gewoon lekker om me afkomen en gewoon genieten. Nee, het valt wel mee. Iedereen voelt gezellig aan. Ik heb iedereen een hand gegeven, een praatje gemaakt. En we gaan, weet je, tijdens repetities leren we elkaar zo snel kennen. Nou, wat ik daarvan meeneem, omdat ik natuurlijk het verhaal ken. Dus ik weet in principe wat ik wil vertellen. Het is natuurlijk even kijken hoe de regisseur dat voor zich ziet. Maar goed, ik denk dat we dan wel samen, dat we heel goed samen kunnen komen. We hebben vorige week al een beetje gerepeteerd en het is heel leuk om te zien, omdat wij elkaar natuurlijk al heel goed kennen. Dus we zijn eigenlijk heel snel komen waar we willen zijn, zeg maar. Dus ik heb daar, ik kijk daar echt ontzettend naar uit om dat met deze mensen meer te gaan doen. Ja, het is heel anders dan die eikenrol natuurlijk. Maar ja, daar zit ook de uitdaging in. En dat is ook eigenlijk het leuke van het acteren. Dat je gewoon lekker verschillende dingen kan doen en gewoon steeds het uiterste van jezelf kan ontdekken. De grenzen. Wie ben je en wat kan je en hoe kan je dat laten zien? En dat vind ik leuk en dat ga ik ook zeer zeker doen. Dus dat komt wel goed. Ray Kort, kijk, het verhaal is natuurlijk, het is een liefdesverhaal, maar het is ook een thriller. Dus ik zorg een beetje voor het, niet het spannende element, je hebt een bad guy, dat zullen de kijkers straks wel zien. En Junior omschreef tijdens de repetities wel heel goed. Hij zegt, Ray Kort is zo die ene gast uit die film. Ik zeg, wat bedoel je nou? Ja, je hebt toch in al die films heb je zo één gast die achter de computer zit en al die shit fixt. Overal weet dat hij kan zoeken waar wat staat. En dat is de rol die ik speel. Het is een ondersteunende rol als in, hij is een CIA-agent en de rol die de bodyguard die komt bij mij te raden van, Ray, kan jij wat voor me opzoeken en ik kan dan in die files kijken, weet je wel. Dus ik ben een soort CIA-agent. Ik heb natuurlijk wel eerder in een stuk van Pieter Kramer, familievoorstelling, maar dat is heel wat anders dan dit. Ja, ja, ja. Ja, en we weten al gewoon hoe we tikken, zeg maar. We kunnen heel goed met elkaar praten. Ja, dus dat is echt heel fijn. Ik denk dat het best wel een snel proces wordt. Maar misschien, dat, in mijn hoofd wordt alles makkelijker naar Tina. Ik heb de vorige gezien.
niet alles is me bijgebleven. Het spektakel wel en de muziek. Dus puur qua verhaal en qua regie heb ik begrepen dat we... Ja, we gaan er gewoon wel iets nieuws van maken. Want wij zijn echt andere mensen dan toen. En we hebben al wat repetities gehad. En Carlien is heel supportive en heel erg juist van... Maak er zelf wat van. En bied aan of kijk wat je kan komen. En grijp je back tijdens repetities. En dat vind ik wel fijn. Ja, en ik moet zeggen dat ik daar volgens mij wel lekker op ga. Volgens mij gaat het me juist heel veel geven. Dus ik weet niet of ik... Ik ga sowieso... Je loopt altijd ergens iets tegenaan. Dat gaat sowieso nu ook gebeuren. Tijdens het repetitieproces. Maar wat voor mij nieuw gaat zijn, is alle disciplines bij elkaar. Dus zingen, dans. Nu hoef ik dat volgens mij zo niet echt veel te doen. Maar dat allemaal bij elkaar maakt het wel dat je dat 6 maanden lang 7 keer per week kan doen. Want als het alleen maar tekst zou zijn, dan zou je volgens mij gek worden. Maar er gebeurt zoveel nu. Dat is wel een cadeautje om in dit vak mee te maken dat de regisseur dat toelaat en toestaat. Want dat is niet zo vanzelfsprekend. Je hebt van die kloonproducties, van die grote Disney shows die naar hier komen. Waar dan een Amerikaans regisseur meekomt. Ja, die zegt gewoon, daar moet je dat zijn. En ik had het geluk bij Tina Turner en nu ook met Carlien dat zij vrijheid geeft. En dat het mag ook, snap je? Want het heeft ook met licenties te maken natuurlijk. Maar het mag, we mogen spelen. Heerlijke muziek. Tina heb ik natuurlijk helemaal mijn eigen gemaakt bij Whitney. Ik zing natuurlijk Rachel Maron, dus ik hoef niet één op één als Whitney te klinken. Maar dat zijn spannende nummers. Dus ik heb wel wat te doen. Dat wordt mijn grootste uitdaging. Ik ga er niet helemaal blanco in, want ik heb de film natuurlijk wel gezien. De vorige versie heb ik helaas niet kunnen zien. Ik heb er wel heel veel van gehoord. Dus ik weet wel dat er heel veel leuke momenten in zaten. Maar ja, aan de andere kant vind ik dat ook wel fijn, want dan kan ik er ook met de frisse gedachten, frisse start, kan ik er gewoon in. En dat vind ik ook gewoon leuk. Ja, ik heb nu met Carlien afgesproken. Zij heeft me als opdracht gegeven om de komende repetities gekke dingen te doen. Kom maar eens met wat. Dus ik weet ook nog niet zo goed wat ik uit de hoed ga toveren. Maar ik ga lekker spelen eerst, ja. Nou, ik denk vooral voor het publiek is dat natuurlijk wel het hoogtepunt. Daar zit je wel een beetje op te wachten. Dus en die muziek is gewoon heel mooi. Ja, en mijn favoriet zijn bijvoorbeeld I Wanna Dance en Run To You zijn mijn favorieten. Maar ja, ik begrijp dat voor het publiek. I Will Always Love You is natuurlijk wel dat moment, ja, tuurlijk. Ik heb 8 jaar zangles gehad. Het komt helemaal goed. Dat doet vals. Komt helemaal goed, dat vals zingen.